Ik wil u even meenemen. Ik wil eigenlijk waar Bert geëindigd is weer beginnen. We waren binnen de schone maaswaterketen, daar vertel ik zo nog iets meer over, aan het praten van ja, hoe gaan we nou verder? Als we nou morgen wat willen gaan doen, waar gaan we dan wat doen? En wat helpt dan de landelijke hotspot-analyse erbij? Hebben we daar genoeg aan of moeten we dan nog een stap verder zetten? Ik wil heel kort, maar dat heeft Herman vanmorgen eigenlijk al gedaan, vertellen wat de schone maaswaterketen is. En het belangrijkste deel besteden aan de invulling van onze regionale analyse, die op dit moment nog gaande is. Dus ik heb geen resultaat. Ik kan alleen aangeven hoe we bezig zijn en wat ons denkproces is. En daar wil ik graag uw reactie op. In die landelijke hotspot-analyse 3 maatlat onderscheiden. Concentratiebijdrage per lozingspunt. Ja, dat is op zich helder voor het beeld, maar het zegt nog weinig over het effect. Hè. Dat heeft Bert net heel goed neergezet. Je moet kijken naar het oppervlaktewater, waar loost het op om iets te roepen over het effect. Maatlat beïnvloeding drinkwaterbronnen is grofweg gelijk aan de emissies. Een stuk belangrijk, maar is weinig onderscheidend als je wil zeggen welke RWC ga ik nu aanpassen, want ze zijn allemaal heel klein in hun bijdrage. Maatlat invloed benedenstroomse waterkwaliteit is mooi, is ook voor ons een heel goed startpunt, maar met name die lokale vertaling, wat betekent dat dan voor ons gebied, die moet daar nog meer in. Dus onze conclusie was, handelingsperspectief, het hotspotanalyse is een heel goed begin. Het geeft ons een startpunt, maar we moeten wel een vertaling maken naar ons eigen gebied om er wat mee te kunnen gaan doen. Schone Maaswaterketen, Herman zei het vanmorgen eigenlijk al, 13 partijen rondom de Maas, de waterschappen, drinkwaterbedrijven, STOA en het ministerie, die zijn samen gaan werken. Met als doel, de Maas kan en moet schonen. Een heel mooi doel. Maar nog lastig om daar op een goede manier invulling aan te geven. Een van de dingen die we willen doen, heel duidelijk, is die nadere regionale analyse. Op basis van de hotspot-analyse die er ligt en op basis van de praktijkproef met PACAS, waar Herman vanmorgen over gesproken heeft. Met als doel, hoe kunnen we onze bestuurders nou helpen om te komen tot een nadere prioriteitsstelling? Welke moeten we nou eerst doen? Waar beginnen we nu? En daarbij hoort natuurlijk ook een beetje in beeld brengen, wat zijn nou de kosten van die verschillende alternatieven? Of welke ga je aanpakken? Wat gaat het betekenen in kosten? En wat levert het me op in termen van baten? Je hebt dan wel gelijk een aantal dilemma's. Hè. Ons doel is, de Maas kan en moet schonen, maar 60% van de invloed komt van buitenaf. De bijdrage van de grootste Eindhoven uit ons gebied is 5%. Zeker belangrijk. Maar als je vanuit die bril gaat kijken, is het wel heel lastig om te zeggen van moeten dan diegenen die op de Maas lozen als eerste aanpakken? Of kijken we dan degenen die in het hele gebied het grootste effect hebben? Wij hebben voor dat laatste gekozen om daarmee aan de gang te gaan. Wat voor werkwijze hebben we daarbij gekozen? Nou, we hebben gezegd, we beginnen met de maatlat effect op waterleven. Dat geeft een eerste goede beeld. En vandaar gaan we kijken hoe we hem nader kunnen invullen, de lokale en de regionale kleur kunnen inbrengen. Daarbij wel gelet op het feit dat je het wel objectief moet kunnen onderbouwen. We kunnen natuurlijk met elkaar in een hok gaan zitten en zeggen, dit is het belangrijkste en dat is minder belangrijk. Maar als ik dan bij mijn bestuurders terugkom en zeg van, ja, waarop grond waarvan hebben jullie dat bepaald? Dus het is ook zoeken naar objectieve criteria waarmee je ook kan aangeven, zo hebben we die prioritering gedaan. Wat we waarvoor hebben gekozen is om te zeggen, we pakken de hotspot-analyse als uitgangspunt. We gaan kwalitatief prioriteren. Vervolgens kijken we wat is dan het invloed op het drinkwater en vervolgens gaan we daar de kosten tegen aan hangen. Ik neem u even mee met een paar voorbeelden, heeft u een idee van hoe we dat tot nu toe hebben gedaan. Wat we eigenlijk hebben gedaan, als je kijkt naar de hotspot-analyse, zegt van als we naar deze maatlat kijken, verdelen we het in 3 categorieën. De categorie die als eerste aangepakt moet worden, de categorie die als laagste aangepakt moet worden en de categorie daartussenin. En wat we vervolgens gaan doen is op basis van een aantal criteria kijken van, moet dat vanuit dat criterium nou een plus krijgen, die zou hoger op de lijst moeten krijgen, of zou dat een min kunnen krijgen, die zou lager op de lijst kunnen eindigen. Wat voor criteria hebben we daarbij gehanteerd? We hebben gekeken naar de KW-functies en de functies die zoals die in de provinciale waterhuishoudingsplannen zijn genoemd, provinciale milieuplan is genoemd. Wat is waternatuur? Wat is kunstmatig water? Wat is sterk beïnvloed water? Kan je daar iets mee als je zegt van, goh, die vind ik belangrijker als die? Vind ik een RWCT die loost op een natuurwater belangrijker? Wil ik die een hogere prioriteit geven? En een RWCT die met name op het kanalensysteem loost, geef ik die dan een lagere prioriteit? Dat helpt om met elkaar te discussiëren over, ja, maar hoe zit het dan met die regionale belangen? En hoe pakken we die dan op een goede manier op?
Een ander voorbeeld. We hebben Natura 2000 gebieden. We hebben allerlei mooie natte natuurparels. Waar is nou de beïnvloeding tussen het water en die natte natuurparels? En waar liggen dan de RZI's die daarvoor belangrijk zijn? Degene die een effect hebben op die natte natuurparels krijgen een hoge prioriteit. Degene die dat niet hebben, die krijgen verder geen andere prioriteit. Alleen diegene die een echt invloed hebben, krijgen een hoge prioriteit. Zo hebben we een aantal criteria. Ik kan ze nu vanmiddag niet allemaal laten zien, maar we hebben een aantal criteria ontwikkeld. En met plussen en minnen proberen we daar op die manier een invulling aan te geven. Hoe ziet dat er dan uit? Je krijgt die categorieën met plussen en minnen. En op een gegeven moment kan je zeggen, nou, op basis van het aantal plussen ga ik hem een categorie hoger of een categorie lager zetten in het geheel. Geen kwalitatieve of kwantitatieve berekensom, maar gewoon puur duidelijk maken wat je aan het doen bent. Voor onze bestuurders ook belangrijk om te kunnen navolgen welke stap heb je gezet. Wat we vervolgens doen, is kijken van ja, als we dit nou optellen, als we nou de hoge categorie aanpakken, hoeveel van het drinkwaterprobleem pakken we dan weg? Hoeveel reduceren we dan? En op basis daarvan kan je zeggen, ja, dan moet ik nog iets meer doen of iets minder doen. Dan proberen we ook die invloed mee te nemen, maar dan in een tweede stap. Derde stap is dan natuurlijk te gaan kijken naar de kosten. Van hoe gaan we daar dan mee om? Ja, en dan komt er natuurlijk wel weer een nieuw dilemma bij kijken. Want die kosten zijn door een hele hoop zaken worden die beïnvloed. En dat betekent ook dat op het moment dat je daarna gaat kijken en je daar te veel weer op gaat richten, dan kan je weer zeggen, ja, dan ga ik kijken naar de kosten per IE of de kosten per verwijderd kilogram. Op zich goed natuurlijk, maar we hebben een hele exercitie gedaan om met name naar het belang van het lokale water te kijken. Dus we moeten hier in de communicatie straks wel heel erg zorgvuldig mee omgaan om niet in de valkuil te lopen dat we uiteindelijk toch weer op kosten gaan bepalen, maar dat we die tussenstap waar we heel duidelijk kijken naar hoe beïnvloedt dat de ecologie, dat we die op een hele goede manier zichtbaar houden. Concluderend. Wat in ieder geval heel erg helpt om eens met een groep van collega's, waterschappen, waterheilingbedrijven aan de tafel te gaan en hierover te gaan discussiëren. Want dan kunnen we de inhoud en de bijsluiter goed lezen met elkaar en dan kunnen we ook de discussies die daaronder zitten ook uitspreken en kunnen we komen tot, goh, maar wat leert het ons nou en wat voor belang hecht ik nou aan dat water? Hoe zit dat nou? En hoe zit het nou met de beïnvloeding van die RZI op het hele gebied? Krijgen we daar inzicht in? Dat denken wij, dat we daarmee de keuze veel beter kunnen onderbouwen. Of anders geformuleerd, dat we daarmee veel vragen van onze bestuurders op een veel betere manier kunnen onderbouwen. Van wat hebben jullie gedaan? Waarom staat deze vooraan? En in de laatste plaats, wel beseffend dat het een eerste benadering is. Dat is ook niet erg, want we gaan praten over de eerste stappen. Waar gaan we beginnen? En onderweg hebben we nog tijd genoeg om te kijken hoe gaan we dan nader invullen, nog verder preciseren. Het gaat er nu met name om een vertaalslag te maken. Waar gaan we beginnen? Welke RZI's gaan we in het Maastroomgebied als eerste aanpakken? En we denken dat we hiermee een belangrijke stap kunnen zetten. Resultaten zijn in april beschikbaar. Dankjewel. Mooi om te zien dat wij zeiden het net tegen elkaar, deze discussies hebben we landelijk ook gehad en daar kwamen we niet uit. Nee. Als je met 21 waterschappen probeert om een afweging te maken tussen verschillende doelen, dat is heel lastig, maar regionaal kan het dus wel. En dat is mooi om te zien. En daar kunnen we allemaal van leren. Zijn er vragen aan Aad op dit moment? Drie op een rij, bijna. Dankjewel. Maarten Nederlof, Waterschap Aanwaarts. Even als aanvulling van dit mooie traject. Even ook in navolging van de bijsluiter. De sheet die je niet hebt laten zien is dat we ook aanvullend meten. Ja. Dat doen jullie ook, doen wij ook. Hè, om zeg maar de landelijke kentallen en de gemiddelde te vertalen naar echte getallen op de plekken waar het over gaat. Dus gewoon even als aanvulling. En het tweede, je maakt een opmerking dat het effect op drinkwater parallel loopt met de emissies. Dat is voor de Maas is dat zo. Ja. We hebben een paar locaties, ook jullie, waarbij een heel lokaal effect is op een drinkwaterbron. Ja. Dus dat wil ik even ter volledigheid van jou klopt helemaal, prachtige presentatie even aanvullen. Klopt helemaal, Maarten. Dat is ook een van die andere criteria die ik nog niet genoemd heb, waar we nou wel aan het kijken zijn van hoe kunnen we daar toch op een goede manier die ook meenemen. Want dat is natuurlijk wel een hele belangrijke invloed. Dank je. Ja. Ik geef nog één keer het woord aan Ron. Ron van de Oostwaternet. Ik vraag me af, wat ik begrepen heb nu, is gaan jullie nou alleen die prioritering doen op basis van de hotspot-analyse? Plus de prioritering daarna, of gaan jullie ook nog metingen uitvoeren op die locaties? We zijn beide aan het doen. We zijn beide aan het doen. Je zag bij de vorige spreker dat het inderdaad toch wel behoorlijke verschillen zaten tussen de hotspots en de
ergens in iets waar het ja, echt een... Ja. Kijk, waar we zitten in de eerste stap waarbij we als partners rondom de Maas hebben gezegd, we willen een start maken, we willen ergens beginnen en de bestuurders vragen ons, waar moeten we beginnen? Daarbij doen we deze analyse. Ondertussen blijven we natuurlijk, gaan we ook meten en proberen we er een nog beter beeld van te krijgen. Gaan we verder nader invullen. Maar als eerste stap gaan we hiervan uit. Oké, dankjewel. Nou, nog een laatste vraag van Alex. Ik snap dat je een beetje zegt vanuit PACAS gedacht. Maar je zou natuurlijk ook aan ozon kunnen denken. En waar je misschien het dubbele aan verwijdering... Ja. Het mooie is van deze manier van werken dat we straks een nadere prioritering krijgen op ons eigen gebied. En als laatste stap zetten we de kosten en eigenlijk dus de PACA's eraan. Maar je kan dan ook een andere techniek erachter zetten. Dus de prioritering blijft hetzelfde. Alleen de laatste stap kan je dan over discussiëren hoe die je gaat vullen. Ja. Mooi, dankjewel Aad.